De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Roda en Helmond Sport, twee laagvliegers in de Keukenkampioendivisie. Allebei 9 punten na de eerste 9 competitiewedstrijden. Nu Derel Werker. En Roda is er met 5 man uit. Missen van Klomp. Grote kans, moet raak zijn, is ook raak. Het doelpunt van Roland Alberg. En Roda voorsprong binnen het kwartier. Natuurlijk is de actie van Derel Werker prima. Neemt het initiatief, komt met een goede paas. Klomp zit ernaast, Alberg niet. Alberg is scherp. En Roda is weer weg. Oekbo naar de eerste paal. Maar hier is Alberg en dat is bijna 2-0. Hele goede aanval van Roda. Oekbo. Prima 1-2. Oekbo. En goed keeperswerk van Gassel. Nu moet Roda weer verdedigen. Swinnen. Joppe komt. Gaat de speler van Roda onderuit in het strafschopgebied. En hier is bijna de 1-1. Enorme kans voor Jules Respen. Aardige schijnbeweging van Kroeks. Alberg en 2-0. Dat is snel. Binnen anderhalve minuut in de tweede helft ligt de bal er al in. En maakt hij alsnog zijn tweede goal. Roland Alberg. Goed vrijgespeeld. Rush. En weer Alberg. 3-0. Daar is zijn derde. Het is de avond van Roland Alberg. En weer passeert hij van Gassel. 3-0. En weer fit. Zo, dat is een mooie knal zeg. Technisch geweldig geraakt door Robert Klaassen. Wat een trap. Simakala. Kroeks. Kroeks zelf dan maar. En raak. 4-0. Dat kan er ook nog wel bij voor Helmond Sport. Jordi Kroeks. En eindigt het dus tussen Roda en Helmond Sport in 4-0. En hij mag dus de bal mee naar huis nemen. Roland Alberg.